Deze video gaat over rekenregels en herleiden. In deze video ga ik je laten zien wat de rekenregels voor logaritmen zijn. En ik ga je laten zien hoe je die rekenregels kunt gebruiken om formules met logaritmen te herleiden. Maar eerst, wat zijn precies de rekenregels voor logaritmen? Nou, er zijn in totaal vier rekenregels. En die rekenregels heb ik even hier aan de rechterkant opgeschreven. En we gaan ze nu even één voor één met elkaar doornemen. We beginnen helemaal bovenaan. Bovenaan staat regel 1. En regel 1 is... G log A plus G log B is G log AB. Oftewel, als je twee logaritmen hebt... die logaritmen hebben hetzelfde grondal... en je gaat die logaritmen bij elkaar optellen... dan kun je ook zeggen... ik maak er één logaritme van... maar bij die logaritme doen we dan tussen haakjes A keer B. Dus je voegt de logaritmen samen... maar dan moet je wel... ...de haakjes van die logaritme met elkaar vermenigvuldigen. Nou, dat was regel 1 en nu gaan we naar regel 2. En bij regel 2 staat eigenlijk precies het tegenovergestelde. Want bij 2 staat... ...g log A min g log B... ...is g log A gedeeld door B. Dus als je twee logaritmen hebt... ...en die logaritmen hebben hetzelfde grond al... ...en je gaat ze van elkaar afhalen... ...dan kun je ook zeggen, ik maak er één logaritme van... Maar dan doe je tussen haakjes a gedeeld door b. Dus je gaat de dingen die bij de logaritme tussen haakjes staan door elkaar delen. Nou, maar ik zei net, regel 2 is het tegenovergestelde van regel 1. En je kunt dat hier ook heel duidelijk zien. Kijk, als je plus hebt, dan heb je dus tussen haakjes keer. Het tegenovergestelde van plus is min. En het tegenovergestelde van keer is gedeeld door. Dus als je regel 1 weet en je neemt van regel 1 bij alles het tegenovergestelde, dan heb je dus in één keer regel 2. Zo hoef je dus eigenlijk alleen maar regel 1 uit je hoofd te weten, en dan weet je ook in één keer wat regel 2 is. En dan gaan we naar nummer 3. En nummer 3 is heel anders, want bij nummer 3 staat het volgende. Daar staat p keer g log a is g log a tot de macht p. Nou, de p die je hier ziet staan, die staat voor een los getal. Dus als je een getal met een logaritme vermenigvuldigt, dan kun je ook zeggen dat getal zet ik tussen haakjes in de macht. En dat is dus regel 3. Gaan we naar de laatste regel, regel 4. Regel 4 gebruiken we bijna nooit, maar je moet hem wel kennen, dus voor de volledigheid heb ik hem wel even opgeschreven. Bij regel 4 staat het volgende. g log a is p log a gedeeld door p log g. Regel 4 kun je gebruiken om, als je een willekeurige logaritme hebt, daar het grondtal te veranderen. Je ziet namelijk, die logaritme schrijf je als een deelsom. In die deelsom zie je de a en de g die je hier ook hebt. Maar daar komt ook de p bij en die p die mag je zelf verzinnen. Je kunt dus met deze regel het grondtal van de logaritme veranderen, maar in de praktijk komen we die regel bijna nooit tegen. Nou, dit zijn dus de vier rekenregels voor logaritme. En die gaan we heel vaak gebruiken, dus zorg ervoor dat je ze uit je hoofd weet. Hier onderaan zie je weer even het bekende ezelsbruggetje staan... En eigenlijk is dit alle theorie die je moet weten over logaritmen. Nou, dat was de theorie. En nu gaan we kijken naar twee voorbeelden. En het eerste voorbeeld zie je hier naast me staan. De opdracht bij a is, herleid tot k is log a m tot de macht b. En daarbij moeten we de waarde van a afronden op twee decimalen. En we gaan het doen bij een formule. En de formule is, k is 3,25 keer log m min 0,30. Dus we hebben deze formule, en deze formule moeten we naar die vorm gaan herleiden. Hoe kun je dat doen? Dan nou, laten we eerst even goed kijken naar de verschillen tussen deze formule en het antwoord. En wat je ziet, het antwoord bestaat alleen maar uit een logaritme. En hier hebben we nog de 3,25 en die min 0,30. Die twee moeten dus weg, en die moeten op de een of andere manier bij die logaritme komen. Hoe kunnen we dat doen? Nou, we gaan daarbij natuurlijk gebruik maken van de rekenregels voor logaritme. En dan gaan we eerst even goed kijken naar hetgene wat we hier hebben staan. Want daar staat 3,25 keer log m. En als je dat ziet, dan moet je meteen denken aan een rekenregel. Want daar kun je gebruik maken van rekenregel nummer 3. Nummer 3 zegt namelijk p keer g log a is g log a tot de macht p. Ik had net verteld, die p staat voor een getal. Dus. Regel 3 gebruik je als je een getal vermenigvuldigt met een logaritme. Nou, wat hebben we hier? We doen hier 3,25 keer een logaritme. Dat is precies regel 3. En dus gaan we regel 3 hier gebruiken. Wat moeten we dan doen? Nou, je ziet het staan. Die P komt tussen haakjes bij de A, maar dan in de macht. In ons geval betekent dat dus: deze komt tussen haakjes boven de M in de macht. Dus daar krijg je log M tot de macht. 3,25. Dat gaan we even opschrijven. Dus dan krijg je dit, het woord, k is log, en dan tussen haakjes, m tot de macht 3,25. Nou, je ziet nu dat we die 3,25 bij de log hebben gevoegd. En dat hebben we dus gedaan met behulp van rekenregel nummer 3. En nu hebben we eigenlijk de eerste stap gezet op weg naar het antwoord. Want het idee was: we moeten die getallen bij die log voegen. En het is nu met die 3,25 al gelukt. En we gaan nu ondertussen ook vast even kijken naar de min 0,30. Want die min 0,30 moet ook bij die log zien te komen. En dan ga je dus weer kijken, kunnen we dat doen met behulp van een rekenregel? Dan gaan we even kijken wat we hier hebben. Nou, je ziet, we hebben hier wel een rekenregel die te maken heeft met min. Dat is nummer 2. Maar nummer 2 gaat alleen maar over min bij twee dingen met een logaritme. En je ziet... We hebben hier geen logaritme, want het is gewoon 0,30. En dus kunnen we rekenregel 2 niet gebruiken. Wat kunnen we wel doen? Nou, het is best lastig om dat zelf te bedenken. Maar wat je wel kunt doen is hier een logaritme van maken. En erg is dat ook wel logisch, want je ziet regel 1 en 2 gaan over een situatie waarbij we twee dingen hebben met een logaritme met hetzelfde grondal. Die situatie hebben we hier nog niet, en dus gaan we zelf die situatie eerst even creëren. Dus we gaan van die min 0,30 ook een logaritme maken. En dan maken we daar een logaritme van waarbij het grondtal hetzelfde is als bij de andere logaritme. En je ziet, die andere logaritme heeft geen grondtal. En eerder hebben we besproken, als je geen grondtal hebt, dan is het grondtal 10. Hier staat dus 10 log. En dus gaan we hier ook een logaritme maken met 10 log. Dat doe je dan als volgt. Je zegt dan, we maken hiervan plus. En dan wordt het 10 log 10 tot de macht min 0,30. Nou, dit is best lastig om te bedenken, en dus zal ik het nog even stapje voor stapje toelichten. Allereerst hadden we net besproken, we hebben een gewone logaritme. We moeten hier hetzelfde grondtal krijgen, dus hier wordt het grondtal, net als hier, ook 10. Ik heb die 10 even hierboven opgeschreven, maar die mag je natuurlijk weglaten, want normaal gesproken schrijf je die niet op. Hoe ga je dan verder? Nou, eerder hebben we besproken dat als je een getal hebt en als je dat getal wil schrijven als een logaritme, dan moet je ervoor zorgen dat het grondtal hier en daar precies hetzelfde is. Dus ik weet, het moet 10 log worden, en dan weet ik automatisch aan de binnenkant komt op de grond ook een 10. Wat komt er dan in de macht? Nou, in de macht komt altijd de uitkomst. De uitkomst was min 0,30. En vergeet de min niet. Die min 0,30 zet je dus bovenin. En zo kun je dit schrijven als een logaritme. En ik zei net, dat is best lastig om te bedenken. Het is ergens wel logisch dat het moet. Hè, want regel 1 en 2 gaan over twee logaritmen met hetzelfde grondtal. Maar je moet dus wel bedenken dat dat hier kan. Hiervan maak je dus 10 log 10 tot de macht min 0,30. En dan krijg je dus dit. Nou, ik zei net, die 10 hoef je niet op te schrijven, dus die ga ik ook even uitvegen. Zo. En nu gaan we kijken hoe we verder kunnen. Nou, laten we eerst even kijken wat we hier hebben. We hebben twee logaritmen met hetzelfde grondtal, en die gaan we bij elkaar optellen. En als je zo'n situatie hebt, dan kun je een rekenregel gebruiken, en dat is rekenregel nummer 1. Nummer 1 zegt: doe je plus bij twee logaritmen met hetzelfde grondtal. Dan kun je ook zeggen: maak er één logaritme van, maar dan tussen de haakjes keer. En precies dat is wat we hier gaan doen. Dus we voegen deze twee samen. Het wordt 1 logaritme. En dan gaan we dit vermenigvuldigen met dat. Dan krijg je dus dit. Het wordt k is. En dan hebben we dus een logaritme. 10 tot de macht min 0,30. Keer m tot de macht 3,25. En je ziet, ik heb deze twee samengevoegd. Plus betekent keer. Het is handig om die even vooraan te zetten. En dan krijg je dus tussen haakjes deze keersom. En je ziet nu. Dit is al de vorm van het antwoord. En want de A staat hier, daar hebben we de M en daar hebben we de B. Dus we zijn nu bijna klaar. We moeten nog één dingetje doen en dat is de waarde van A berekenen in twee decimalen nauwkeurig. Je gaat dus dit even uitrekenen met de rekenmachine. Op twee decimalen wordt dat 0,50. Dat zet je daar neer en dan heb je het antwoord gevonden. Het wordt dus dit. Je zegt K is log 0,50 m tot de macht 3,25. En nu hebben we de vraag netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien? Het was best een lastige vraag. De eerste stap is nog niet zo lastig, want je kunt hier meteen zien dat je deze met regel 3 bovenin in de macht kunt neerzetten. Dat is gewoon een letterlijke toepassing van rekendegel nummer 3 en die zie je hier dus in de praktijk. Dit stukje is een stuk lastiger. En je moet dus bedenken, je wil hier een gewone logaritme van maken. Want als dat is gelukt, dan kun je regel 1 gebruiken. Of als je zou willen, regel 2. Maar met regel 1 is hij het makkelijkste. Eerst zet je hem even in de macht. Hier krijg je een plus. Plus betekent, je mag het samenvoegen en doe tussen de haakjes keer. Dat heb ik hier gedaan. Dit reken je uit. En dan heb je het antwoord gevonden. En op deze manier kun je deze vraag netjes uitwerken. Oké, okay, het laatste voorbeeld, vraag B. De opdracht is nu: herleid tot n is p plus q keer 2 log x. En daarbij mogen we de p afronden op 2 decimalen. En we moeten dit doen bij de formule n is 2 log tussen haakjes 96x tot de derde. Dus we hebben deze formule en we moeten deze formule in deze vorm gaan schrijven. Hoe kun je dat doen? Nou, als je wilt bepalen wat je moet doen, dan moet je even goed kijken naar het verschil. Tussen de formule die we hebben en het antwoord. En kijk dan vooral even bij de logaritme tussen de haakjes. Je ziet, hier staat tussen de haakjes alleen maar de x. En wij hebben tussen haakjes 96x tot de derde. Dat betekent dus dat we er op de een of andere manier voor moeten zorgen dat hier de 96 en die tot de macht 3 verdwijnen. Hoe kun je dat doen? Nou, we gaan dat natuurlijk doen door gebruik te maken van een van de rekenregels voor logaritme. En om te bepalen welke rekenregel we kunnen gebruiken, gaan we eerst nog even goed kijken naar datgene wat hier tussen haakjes staat. Daar staat dus 96x tot de macht 3, maar je moet bedenken dat is eigenlijk 96 keer x tot de macht 3. En die keer schrijven we nooit meer op, maar die staat hier in het midden er echt wel in. We hebben daar dus een logaritme met tussen haakjes een keersom. En als je dat hebt, dan moet je meteen denken aan een rekenregel. En dat is rekenregel nummer 1. We gaan nu rekenregel 1 gebruiken van rechts naar links. Want we hebben eigenlijk deze situatie. En we hebben een logaritme. En bij de logaritme hebben we tussen haakjes een keersom. Want we hebben 96 keer x tot de macht 3. En als je dat hebt, dan mag je van rechts naar links ook zeggen: ik haal die keersom uit elkaar. Ik maak er dus twee logaritmen van. En in het midden zet ik dan plus. Nou, die plus die willen we graag, want die zie je ook bij het antwoord. En er is dus die 96 uit die logaritme gehaald. En ook dat is iets wat we graag willen. Dus we gaan regel 1 gebruiken van rechts naar links. En als je dat doet, dan krijg je dit: het wordt n is. En dan hebben we 2 log 96 plus 2 log x tot de macht 3 je ziet als je regel 1 van rechts naar links gebruikt, dan haal je dus dit uit elkaar en dan hou je dit over. En nu gaan we kijken hoe we daarmee verder kunnen. We beginnen even vooraan. Daar staat 2 log 96 en dat kun je gewoon met de rekenmachine berekenen. Als je dit berekent dan vind je 6,58. En denk eraan, je moet hem afronden op 2 decimalen, daarom wordt het dus 6,58. Dan kun je dus zeggen dit wordt n is en dan wordt dit dus 6,58. Nu die ander. Bij die ander hebben we 2 log. En tussen haakjes staat x tot de derde. Dit is bijna de juiste vorm. We moeten alleen nog van die tot de macht 3 af. We willen dus die tot de macht weghalen. En als het gaat over tussen haakjes en macht, dan moet je ook weer denken aan een rekenregel. En in dit geval is dat rekenregel nummer 3. We gaan ook nu die rekenregel gebruiken van rechts naar links. Dus we beginnen hier en we hebben tussen haakjes iets met een macht. We hebben namelijk x tot de macht 3. En wat gaan we doen? Nou, van rechts naar links kun je zeggen: het stukje tussen haakjes in de macht haal ik eruit. En dat zet ik ervoor met keer. Dus wat we hier hebben staan met tot de macht 3 mogen we ervoor zetten, maar dan wordt dat 3 keer die logaritme. Dan krijg je dus dit, het woord plus, en dan 3 keer. 2 log x. En je ziet als je regel 3 van rechts naar links gebruikt, dan gaat dus die 3 eruit. En dan zet je hem met een keersom ervoor. Dan hebben we dit. Kijk naar de vorm. Dat is de vorm die we zoeken. En nu hebben we dus het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Je begint dus met deze formule. En kijk goed naar het verschil tussen deze en het antwoord. We moeten dus van de 96 af. Dat kun je doen met regel 1. Van rechts naar links geeft dat dit... En daarna moet je nog kijken hoe kun je bij die tot de macht 3 die 3 wegwerken. Nou, als je de 3 wil wegwerken, dan zet je hem ervoor met keer. Dat is regel 3 van rechts naar links. Dan krijg je dit. Deze rond je af op 2 decimalen en dan heb je het antwoord gevonden. En op deze manier kun je dus formules herleiden met behulp van de rekenregels voor logaritme. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal en klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Malt with Menno.